dames en heren. Over Christophe. Ik wil ook heel speciaal de mensen van de fanclub van Christophe en van Michael Jackson van harte welkom heten. Waar zitten jullie? Van Annie recht voor mij zelfs Carimon. Heel goed. Jullie Christophe is er niet bij? Van ja en nee. Nee, want hij is er niet. En ja, hij is er wel. Christophe is natuurlijk de grote winnaar van de wedstrijd op televisie van Who is the Real Michael Jackson. Hij heeft dat gewonnen uiteindelijk. En we gaan even kijken, want Christophe is er eigenlijk wel. We hebben een boodschap van Christophe voor Gillian. Fantastisch zeg. En daarvoor, lieve mensen, moet ik jullie iets vragen. We hebben heel veel geld nodig. Heel veel. Een hoop geld. Dus daarom, ik reken op jullie allemaal om hoop aan Gillian te geven. Geef Gillian hoop. Geef Gillian hoop for the future. Because the children are our future. En zoals Michael Jackson zou zeggen, they are the future.
Hoop voor Gillian, dames en heren. Inderdaad, hoop voor Gillian. Prachtig gedaan, prachtig vertolkt ook op de muziek van Michael Jackson door de Sinfra Kids. Alright. En zover ik begrepen heb, gaan die letters natuurlijk, beste mensen, aan uw linkerkant zit u daar een muur. En die letters komen daar natuurlijk op, hè, als mooie apotheose, althans voor dit stuk. En dan roep ik heel graag Werner even tot bij mij, want Werner wil nu graag een aantal mensen bedanken. En ik doe het ook al eens even, want daarnet sprak ik al over de regisseur van de Sinfra Kids. Misschien is het toch moment eens om eens de choreografe van datgene wat u net hebt gezien in de bloemetje zetten. U mag haar ook een warm applaus geven voor Marianne. Merci Marianne, merci zoveel mensen. We zijn hier met 30 mensen samen, hè, allemaal vrijwilligers. Gillian, amuseer je een klein beetje vanavond? Ja. Is het leuk? Ja. Het is wel een betant dat je al die cadeautjes, hè, dat je ze één allemaal moet uitdelen, maar je krijgt ook graag cadeautjes, hè? Ja. Is dat te open doen, hè? Maar eens kijken, wat zou daarin zitten, Gillian? Je hebt al een foto gekregen van Frank Galan. Velen zullen je daarvoor benijden. En hij ligt neer, Frank Galan. Voilà. En zo staat hij recht. Bij sommige mannen duurt dat wat langer. Oké, wat heb je daar, Gillian? Jouw cadeautje. Dat gaat vingervlug. Ik ben even nieuwsgierig als jij. Wat is dat voor iets? Een klok. Een klok. Een klok. De avond kan niet meer stuk. Zeer goed. Fantastisch. Zeg, dus, jullie zien hem graag, hè? Onze Gillian. Fantastisch. Werner. Werner. Hoe verloopt de avond? Ik ben bijzonder gelukkig. Echt waar. Dat is iets, deze avond blijft hier mijn leven lang in mijn geheugen gegroefd.